Een uitbreiding naar categorie sectorialen met meerdere niveaus is eenvoudig te realiseren. We kunnen nog altijd zo'n g-kwadraattoets gaan uitvoeren. Dus die g-kwadraattoets, zelfs al hebben we meerdere categorieën voor elk van die variabelen, dan kunnen we nog altijd voor elk van die cellen de verwachte waarde, verwachte aantallen berekenen. We kunnen dat nog altijd doen op basis van die rij- en die kolomtotalen. En dus kunnen we voor elke geobserveerde telling ook een verwachte telling gaan berekenen. Kunnen we opnieuw naar die afwijkingen kijken, die herschalen volgens het aantal die we verwachten onder de nul. En dan hebben we opnieuw een g-kwadraatstatistiek. Maar die g-kwadraatstatistiek zal nu niet langer één vrijheidsgraad hebben, die zal meerdere vrijheidsgraden hebben. En die zal eigenlijk afhangen, het aantal vrijheidsgraden zal eigenlijk niets anders zijn dan het aantal rijen die we hebben in de kruistabel min 1, maal het aantal kolommen die we hebben in de kruistabel min 1. Dus als we in ons geval voor die volledige dataset hadden we 2 kolommen, want we hadden cases en controles, en we hadden 3 mogelijke combinaties van genotypes, dus hadden we eigenlijk een 1, een 2 min 1, dus een 1 maal 2, hè, 3 min 1 is 2, dus hebben we 2 vrijheidsgraden. Dus we zien dat we opnieuw een g-kwadraatverdeling kunnen gebruiken met meerdere vrijheidsgraden. We zien ook dat die continuïteitscorrectie hier niet langer wordt gebruikt. Dus dat is enkel maar een 2 op 2 tabel. Dus we voelen ook aan dat die Pearson g-kwadraattest die we nu hebben ontwikkeld, zowel kan gebruikt worden voor een soort two-sample t-test setting met categorische variabelen, binaire variabele enerzijds en een andere binaire variabele anderzijds, maar we kunnen dat ook gaan uitbreiden naar een soort ANOVA-setting, waarbij we een binaire variabele enerzijds hebben en een andere variabele met meerdere groepen. En we kunnen dat zelfs nog uitbreiden voor het geval waarbij we zowel categorische variabelen met meerdere niveaus hebben in de rijen als ook in de kolom. Dus we zien dat we dat eigenlijk heel breed kunnen inzetten. We kunnen dat opnieuw eenvoudig met die g-kwadraattest gaan doen. We gaan eerst een tabel maken, waarbij we een tabel maken voor de variant in functie van de ziekte. En dan hebben we zo'n tabel en dan kunnen we een g-kwadraattest uitvoeren. En we zien dat we opnieuw een p-waarde krijgen. En we zien dat die p-waarde hier 35% bedraagt. Dus we hebben bijna 36% kans om door toeval onder de nulhypothese, wanneer er geen associatie is, een g-kwadraatstatistiek te vinden van 2 of meer. Dus dat geeft eigenlijk aan dat het heel waarschijnlijk is om een dergelijke associatie door toeval te observeren in je steekproef. Dus gaan we opnieuw de nulhypothese niet kunnen gaan verwerken. Dus we kunnen op basis van deze studie, zowel op basis van die 2 op 2 tabel als die 3 op 2 tabel, kunnen we eigenlijk niet besluiten op het 5% significantieniveau dat het BRCA-gen geassocieerd is met borstkanker. En dat is hetgeen die we nu hebben kunnen besluiten op basis van heel deze studie. We zullen in de volgende clip, net zoals we gedaan hebben in de tijd voor continue responses, nu in plaats van een one-sample t-test, we hebben dus een g-kwadraattest. In plaats van een ANOVA-test hebben we ook een g-kwadraattest ontwikkeld voor binaire categorische data. Wel, nu gaan we eigenlijk in de volgende clips een volledig regressieraamwerk gaan ontwikkelen voor binaire data, wanneer de respons binair is. En dan gaan we zien dat we net zoals bij lineaire regressie daar zowel continue predictoren als factoren in kunnen steken. En dan hebben we een heel algemeen raamwerk voor het modelleren van categorische data.